Goedemiddag allemaal. Ja, we zitten in de auto. Ja, ik rijd nou niet. Nee, Ro rijdt. Goed toevallig. Hey. Maar het is alweer zondag en het is nu 11:08 inmiddels. We gaan dus nu even naar de IKEA, want we kwamen erachter dat we van de week een verkeerde kast hebben gekocht. Ja. En daar was ik even niet zo blij mee vannacht. Nee. Dus, we moeten even kijken wat we met die kast gaan doen. Ja, ook dat nog. We moeten even gaan kijken. Ik kan nog niet weten. Maar ik vind het wel zonde om hem eigenlijk weg te doen. Ja. Maar oké, we gaan het meemaken. We gaan het zien. Maar we gaan nu eigenlijk de goede kast ophalen. Ja. En eens eventjes een medewerker vragen voor jou. Wij zoeken deze kast. Ja. Dus help ons gewoon even. Ja, tot dus. Hè? Precies. Ja. En als je die kast nou niet allemaal dezelfde naam geeft, zou ook handig zijn. Ja, want er zijn een stuk of 8 dezelfde kasten, alleen je hebt klein, hoog, smal, breed. Dus ja, en dat is ook wel een beetje vervelend. Ja, maar dan zeggen ze dat we daar moeten kijken. En dan kijken we daar, maar alles ligt dus blijkbaar. Dus ook daardoor elkaar. Goed zo, IKEA. Top. Maar wij gaan dus nu even naar de IKEA. Ik ga daar niet filmen met mijn deze camera. Maar misschien wel even met de telefoon. Wie weet. Ik weet het niet. Wie het weet mag het zeggen. Maar wij gaan sowieso dus nu even naar de IKEA. Dus we gaan het zien. Ja, kan ook. Wat jij wil kijken. Het is nou toch wel goed. Dus dat zeg ik. Om een lang verhaal kort te houden. Wij gaan nu rijden. Nou, weer even een hele hoop gedaan. Ro gaat naar huis zich heel snel omkleden. Want hij moet werken. Avonddienst heeft hij. Dus, nou mag ik hem nog wel filmen. Hi schat. Hi. Jij gaat nu als een speer naar huis omkleden. En werken. En pleiten. Hè? Huh? Omkleden wegwezen. Ja. Dat is. Zo, top. Laters. Nou, daar gaat Ro. Ja, ik heb eventjes op bed gelegen, maar er is weer licht in de duisternis. Ik ga even in deze camera bezig en het is weer eventjes een kleine bende. Maar die moet ik nog even uitzoeken, daar zit allemaal kleding in. Hier zit ook allemaal handdoeken, vaatdoeken en zoals je ziet een BW. En een BW, ja hoor. En een BH, zo. Dit is ook in principe nog allemaal sokken. Moet Ro nog even uitzoeken. Als je koud hebt, dan kan je deze deken over je heen doen. Dankjewel ziekenhuis. Hier zit nog allemaal schoenen in. Daar zit allemaal babykleding in. Hier zit ook allemaal dingen in wat al met vacuüm is. Maar dan moeten we nog beter gaan indelen. Maar nu ga ik even deze even in elkaar bouwen. Dat ga ik lekker hier doen. Dus dat ga ik dus nu lekker doen. Dus jullie zien dus nu nog dit. En dan straks nog even een tussenstuk. En dan als hij klaar is. Dat gaan we doen. Zeker. Daar ligt het dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.